rood en wit zijn onze kleuren. Want het is een raar jaar geweest. Hè? Het is nog steeds een heel raar jaar waarin alles anders is geworden dan dat wij gewend zijn. De afgelopen periode was natuurlijk voor iedereen een domper. Ja, ik ben al heel lang hierbij. Al meer dan 70 jaar. En je mist ook zeker in deze coronatijd nu, ja, dat je die oudjes ook niet meer ziet. Ik heb blauwe benen, kapotte schenen. Iedereen verlangt om elkaar weer te zien. We hadden al één veld hier. Vroeger was ik jeugdleider. Ik voetbal nu 4,5 jaar bij de Leeuw en sinds kort zit ik ook bij het bestuur. Zelf ben ik ook heel erg actief met betrekking tot het archief binnen de Leeuw. Laat je brullend gaan. We zijn heel dankbaar en trots als bestuur dat onze leden stevig hun contributie hebben doorbetaald. Houd alle goede moed. Maar we hebben wel als vereniging laten zien dat we er samen doorheen komen. En boven was van de boer. Die moest dat toen afgeven. Hebben we dat trein gekregen. Als de leeuw zijn brul laat horen. Dit veld hadden we alleen en dat was, liep bergop. Ja, er zat een behoorlijke berg hier. En we hopen natuurlijk ook dat dadelijk met het jeugdtoernooi dat ook natuurlijk door kan gaan. Of misschien later in het jaar, we zullen zien hoe het gaat lopen. Het is natuurlijk een groot gemis, hè? Corona, een nieuwe kantine hebben we geopend. Dat we snel weer samen een biertje kunnen drinken. Ja, en daarna gewoon de gezelligheid, lekker in het zonnetje een biertje drinken met de dames. En dat we weer als vanouds gezellig de kantine kunnen afbreken. Als je het complex al oploopt, dat je ja, de kaargroep, die zie je nu niet meer. Zondagmorgen, weer hier in de kantine. Kunnen toepen met kaarten en een biertje drinken. Het stukje gezelligheid waar onze vereniging ook voor staat. En er is uiteindelijk, nu momenteel, is er licht aan het einde van de tunnel. Ja, het voetbal hebben we zeker gemist. Vooral de wedstrijden, de belevingen, het kantinegevoel. Ja, iedereen wil natuurlijk zo lief mogelijk voetballen en zeker in competitief verband. Wedstrijden worden gemist, plezier wordt gemist, de kinderen streven ernaar iedereen buiten krijgen. Natuurlijk op de regels van de coronamaatregelen natuurlijk. Iedereen wil natuurlijk zo graag mogelijk voetballen en zeker in competitief verband. Gezondheid is natuurlijk het belangrijkste, dat wij zijn hobby maar bijzaak, maar laten we vooral hopen dat het snel weer goed komt. Het is mijn derde seizoen als hoofdtrainer bij VV De Leeuw. Ja, waar het kan ook wel eens, zoals vandaag bij de jeugd op deze mooie dag. Ja, dat zijn toch wel de mensen ook van de club die heel belangrijk zijn voor de hele vereniging, maar zeker ook voor ons. Waarin we hopen, en dat hoop ik en dat geef ik aan namens het hele bestuur, dat wij op korte termijn weer kunnen genieten van het spelletje voetbal. En we realiseren ons eens te meer in deze tijd dat er zonder leden geen De Leeuw bestaat. Dit is toch wel het trieste wat je kan hebben. Geen bier, één flesje nog aanwezig. Ik ga hem inschudden en ik hoop dat jullie heel snel, maar ook heel snel met mij samen, hier een pot bier komen drinken. Proost! Nou, actie. Ja. Ja, echt balen dat... Niet lachen. Ja, wat ik echt mis is op dit moment de kantine zelf. En wij staan hier in de kantine met nog een aantal mensen. Trouwe gasten op de zondag aan de bar. En al voor het derde seizoen. En ja, dat ben ik. Waar echt kunst is om iedereen toch maar eventjes in de zij te nemen. Gezondheid is natuurlijk het belangrijkste. Zeker. Dat dikke kop heb ik, hè. Alsjeblieft. Kom eens een mes naar mij toe. Ik ben Theo. Hi. Ik ben sinds kort een nieuwe bestuurslid. Hebben we er nooit genoeg van? Biertje drinken. Ja. Poeh, dat kan ik me niet eens maar herinneren. Ja. Gaan we geen moeilijke vragen stellen. Dus ik ben verantwoordelijk voor de centjes binnen de vereniging. Top. Wat, alleen mijn naam, wat wil je allemaal van weten? Mijn bankrekening? Oh, nou heb ik zelf een AROR. Knip de volle tablet met mystiekjes. Ik hoop dat ik snel weer op de bar mag dansen. Nou heb ik het gezegd. Knip. Ik
kijken naar het voetballen wat niet uitziet. Vooral de zondagmiddag naar de heren kijken, maar natuurlijk zelf voetballen op geen 's morgens. Ik maak er wel wat van. Ik maak er wel wat van. Denk ik. Ik ben erbij. En actie. Heb jij iets voor? Opnieuw? Na de opening is weer de tweede lockdown gekomen, moest de kantine weer dicht en we gingen echt voortvarend. We hebben een hele mooie tijd hier gehad, heel mooi. Zorg voor de ballen eventueel. Geen bloepers. Eén keer goed dus. Jongens, dankjewel. Jongens.